Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de Heere weet alles, naar aanleiding van Psalm 139. Ik wil het gedeelte eerst met jullie lezen. Psalm 139. Een psalm van David, voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de schriftlezing. De Heere weet alles, maar dan ook echt alles. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Hij weet wat je bezighoudt, waar je van geniet, waar je je zorgen over maakt, waar je verdriet over hebt. De Heere weet het. Hij kent je beter dan dat je jezelf kent. Zelfkennis is van lang niet iedereen een sterke kant. En ook als je wel goede zelfkennis hebt, dan zijn er toch nog genoeg dingen waarover je een verkeerd beeld van jezelf hebt of die je van jezelf niet weet. De een overschat zijn kunnen op een bepaald vlak, de ander is juist te bescheiden en is ergens veel beter in dan dat hij zelf in de gaten heeft. En iemand anders goed kennen is nog weer een heel stuk lastiger. Wij hebben geen idee wat er in iemands hoofd omgaat en we kunnen ons enorm vergissen in de mensen om ons heen, ook in mensen die we al heel wat jaren kennen. Maar voor de Heere is niets verborgen. Hij kent ons door en door. Hoe komt het dat Hij ons zo goed kent? Dat lezen we ook in deze psalm.
Om te beginnen is de Heere altijd aan je zijde. Hij gaat altijd met je mee, waar je ook gaat. Zoals hij in de wolkkolom met zijn volk meetrok, toen hij het uit Egypte had uitgeleid, op weg naar het beloofde land, zo is hij ook bij ons, dag in, dag uit. Je kunt niet zo ver weggaan dat de Heere niet met je mee kan gaan. Hij is overal. Al ga je naar de maan, dan nog gaat hij met je mee. Spreek je een vreemde taal? De Heere verstaat je. Wandel je in de duisternis? Ook daar is hij bij je en zijn aanwezigheid neemt de duisternis weg. Het is moeilijk te bevatten dat de Heere je zo goed kent en alles van je weet. Dat kan aan de ene kant heel beklemmend voelen. De Heere weet het dus ook als je iets lelijks over iemand denkt, of als je plannen maakt om iets te gaan doen dat het daglicht niet kan verdragen. Hij weet ook hoe je over hem denkt en over zijn schepping. Als het niet zo fraai is hoe je daarover denkt, dan weet hij dat dus ook. Aan de andere kant zou het juist reden tot blijdschap moeten zijn dat de Heere je zo goed kent. Je kunt altijd bij hem terecht. Hij weet al wat je bezighoudt, nog voordat je je mond erover open doet. Al is er geen mens om je heen die je begrijpt of die om je geeft, de Heere zal je nooit in de steek laten. Hij weet al dat je verdrietig bent, of misschien juist heel blij. Hij weet ook waarom. Je hoeft hem niets uit te leggen. Verder is de Heere natuurlijk je schepper. Hij heeft je zorgvuldig gemaakt. Nog voordat je moeder werd geboren, wist hij al precies hoe hij jou zou vormgeven. Hij wist hoe je eruit zou gaan zien, hoe je karakter zou zijn, waar je talenten zouden liggen. Hij wist wat je zou gaan doen met je leven en met wie je het zou gaan delen. Hij weet hoe oud je zult worden en wat je voor die tijd nog zult bereiken. Hij heeft je alles gegeven wat je nodig hebt om tot je doel te komen, ook als je dat zelf misschien niet in de gaten hebt. Ik moet denken aan Exodus 4, waar Mozes aan de Heere vertelt dat hij niet voldoende bespraakt is als de Heere hem naar de farao stuurt. Hij vraagt Mozes wie de mens een mond heeft gegeven. Als Mozes volhoudt dat hij het niet kan, blijkt dat zijn broer al onderweg is om het woord te voeren. Toch blijkt uit de verdere geschiedenis dat Mozes bepaald niet zo onbespraakt was als hij zelf dacht. De Heere heeft jou gemaakt, maar ook de mensen om je heen. Ook die irritante klasgenoot of die luie collega. Ook deze mensen heeft hij met zorg gemaakt. Er zijn natuurlijk allerlei redenen om kritiek te hebben op wat iemand doet. Maar op het moment dat je een oordeel hebt over hoe iemand is, of dat nu gaat om zijn uiterlijk, zijn karakter, zijn intelligentie of gebrek daaraan, zijn lenigheid of gebrek daaraan, als je daar een oordeel over hebt, dan heb je dus een oordeel over hoe de Heere iemand gemaakt heeft, dan begeef je je op heel glad ijs. Wie ben jij om de Heere te vertellen dat hij het niet goed heeft gedaan? En ook met de mensen om je heen gaat hij altijd mee. Als jij iemand om je heen zomaar kwetst, dan kwets je iemand die de Heere geschapen heeft, iemand om wie de Heere geeft. Iemand die misschien wel bij hem komt om zijn verdriet te uiten over wat jij gezegd of gedaan hebt. Iets om over na te denken. Laat dan je leven zo zijn dat het niet zozeer een bedreiging is, maar vooral een reden tot vreugde dat de Heere altijd bij je is. Span je er dag in, dag uit voor in om dicht bij hem te leven en zijn wil te doen.
Hier op aarde wordt het niet volmaakt. Maar het is wel onze opdracht om het te blijven proberen. Totdat die grote dag komt waarop we in mogen gaan in de hemelse heerlijkheid, waar we voor altijd bij Hem mogen zijn en waar we pas echt tot ons doel zullen komen. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.